Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi. Hypercoaster! Ja, dat zag ik dus net ook. We hebben dus nu gelijk alweer een nieuwe attractie erbij, een nieuwe achtbaan. Dus dat is helemaal positief. De vorige aflevering zijn we dus geëindigd met de giga-achtbaan van Ido. En nou ja, ik denk dat Ido hem vandaag wel eventjes af gaat maken. Dat lijkt me misschien wel verstandig. Hij is af. Ja, hij is wel af, maar er loopt nog geen pad naartoe, dus dat is het enige. Ben je niet heel zeker? Ja, alleen het uitgangpad nog niet. Nu goed. Dat kan ook een heel spektakel worden, hoe ik dat moet aansluiten. Ja! Maar je lost het wel op, denk ik. Ja, je moet uitgang op een andere plek gaan zetten, volgens mij. Geen idee. Ja, jij hebt, jij hebt de achtbaan zo complex gebouwd, weet je, in die hoek, dus... Ruimtebespaand heb ik hem gebouwd. Kan ook. Is maar hoe je het wilt zien. Nou, dan kunnen we daar langs ook nog langs die wachtrij ook nog een pad maken. Dat zal nog wel eens een keer nice uitkomen. Gelanceerde vrijval is kapot. Nou. De hypercoaster, even zien. Misschien dat ik die wil gaan bouwen. Ze is een beetje geld gaan besparen. Ja, dat is goed. Niet zodat we als vorige aflevering dat je opeens al het geld hebt gebruikt. Kleine zielige achtbaan. Hypercoaster. Een achtbaan zonder omkeringen met grote heuvels, een hoge snelheid en comfortabele treinen met enkel schootbeugels. Vind wel... Schootbeugels? Zoiets. Groot? Schootbeugels. Grootbeugels? Wat zijn dat dan weer? Ja, het is misschien wel een verstandig idee om zodat je achtbaan even te openen. Ja, dat weet ik. Maar je bent zeker nog alles aan het instellen ofzo. Ik wil de testresultaten weten. Haha. Maar ik vind het echt lekker druk in deze... Dit park. Lekker druk. It ain't me. It ain't my fault. Zoiets. Maar mijn houten achtbaan die loopt ook best wel goed. Ah, zit er geen... Oh ja, er zit wel een actiefoto gedeeld bij jouw gebied in. Wat wil zeggen? Alleen, waar staat die eigenlijk? Die staat na de tweede helling. Ja, ik zie hem. Die staat een beetje verborgen voor mij achter de... Ja, voor mij ook. Dus ik moest even gaan draaien. Maar die... Nou, laten we kijken hoe deze achtbaan gaat lopen. Bij mij staat de wachtrij al bijna vol. Ja, hij doet het dus wel goed. Aha. Maar, just to be on the safe side, ik gooi er ook even een eerste hulp best bij. Ja, en om nog safer te zijn, plaats even een bankje hier. Wacht even. Er staat toch al een EHBO-pas? Ja, er staat al een EHBO-pas. Oh, dan. Waar dan? Die staat... Oh, ik zie hem. Ja, staat er ook wel. Zo chaos op die hoek. Ja, alles is een beetje verborgen. Circus is kapot. Hebben ze een gat in de tent? Zoiets. Ja, ja, we hebben gat in de tent. Wat? Ja, ja, gat in de tent. Even zien. En trainkaartjes. Damn. En gewoon... waarom hebben we in mei maar 1600 entreekaartjes weten te... Campagne misschien? Ja. Oké, dan weet ik het. De volgende onderzoek gebeuren, die komt op 4 augustus en er zit een waterattractie bij. Plons. Zoiets, ja. We kunnen mensen ook ADV leren dan? Misschien. Pommetje! Nou ja, treintjes van die giga-achtbaan, die zijn best wel lang. Dat is wel chill op zich. Er kunnen best wel veel mensen in dus. Dat is wel nice. Mhm. Aha. Zoiets. Aha. Ik
Ja, de vorige aflevering was een beetje gepriegeld bij dat eindgebeuren. Of niet? Echt, hè? Maar wel vrij creatief opgelost. Ja. Niet bepaald handig misschien, maar het werkt. Precies. Maar dat moet het doen. Als het maar werkt. Het hoeft me niet altijd netjes te zijn. Zo moet ook buiten de lijntjes. Ja, dat kan. En dit was ook een gevalletje buiten de lijntjes kleuren. Maar volgens mij hoeven de mensen ook niet zo lang te wachten bij die giga-achtbaan, want de eerste karretje die was nog maar net 4 minuten. Oh, dan. Maar het gaat best wel hard daar, dus dat is wel fijn. Misschien wordt dat de achtbaanhoek, denk ik. Want er zit al een mini-achtbaan, er zit een houten achtbaan, een giga-achtbaan, allemaal een beetje op die hoek. En ook echt alles bij elkaar gepropt. Zoiets, ja. En die giga-achtbaan van mij, die gaat echt gewoon overal tussendoor. Misschien moet ik die andere achtbaan die ik wil gaan bouwen ook daar een beetje in proppen ergens. Dan kan je zo'n beetje zo'n... hoe heet die achtbaan? Die heette eerder de Walibi Express, de Superman, hoe heet die nu trouwens? Dat zou ik niet weten. Wildwaterbootjes. 4 augustus. Een rode achtbaan, die eerder rood was, die is nu zwart of zo. Ik zou niet... bij de ingang. Maar kijk, zo is het iets, alleen dit is meer uitgestrekt nog. Ja, ik zou niet weten. Hoppakee, wildwaterachtbaan. Wildwaterbaan. Dat mag ik goed zeggen. Oké, okay. Hey, we hebben een wildwaterbaan. Ja, no shit. Maar in ieder geval, als we de 5000 doekjes hebben, dan ga ik een beginnetje maken, denk ik. Ik weet niet waar. Is goed. Waar ik überhaupt het beginnetje ga maken. Misschien een beetje... achter de... houten achtbaan, denk ik. Voor mijn gevoel, hier een beetje bij mijn muis. Ook al kun je dat niet zien hierdoor, maakt niet uit. Ja, nee, bedankt! Gewoon gelijk alles uitgeven aan marketing. Kijk, daar heb je dus vrienden voor. Trouwens, nooit meer geld. Nee, dat sowieso niet. Maar ik ga het wel dubbel dwars terugverdienen. Dat je nog meer geld hebt om uit te geven. En het regent. En onweer. Bij mij niet. Ja, dan zal er wel weer problemen zijn met het netwerk. Dus zo'n synchronisatie te gebeuren, in ieder geval iets in de richting daarvan. Ze moeten de game een keer gaan updaten, misschien. Nou. Want ik draai nog eens op een versie vanuit de prehistorie, dus. Hoeveel bezoekers we hebben. Maar die giga-achtbaan loopt best wel goed eigenlijk. Ja, op het moment bij mij niet, maar dan komt omdat het regent en dan gaat er natuurlijk niemand in die attractie zitten. Bij mij is het gewoon kurkendroog. Ja, bij mij wordt het zo weer bewolkt, dus. Deze achtbaan loopt toch echt lekker, jongen. Maar alle achtbaan lopen goed. Ja, precies. Eigenlijk op eentje na. En dat is? Die mini dingetje. Ja, maar dat maakt het zich er niet uit. Dan volgens mij is dat ook wel... Ja, die spiraal. Oh, dat kan ook. En die mini-achtbaan was volgens mij onze eerste achtbaan, of niet? Ja. Dan kwam die spiraal, dan kwam die hout en daar kwam die gele. Ja. Ja, gezellig. Ze zijn bij mij nog buiten vuurwerk aan het afsteken. Ik weet niet of jullie dat konden horen, maar... Ja. Dat was wel een kleine klap. Ja, zoiets. Ja, het is 1 januari, dus... Of ja, als we deze opname hebben natuurlijk, maar oké. Hey, kijk eens naar de parkwaardering. 999. Zo. Kan het daar buiten wat zachter? Oh my god. Ik zou de politie bellen. Nee. Kom er toch niet, je hebt toch onderbezetting. Zoiets. Oh my god. Kijk eens, dan weer geld verdienen, Mark. Ja. Dat is goed, zoiets. De winkelverkoop deze maand, die loopt ook wel behoorlijk goed. Maar in juni dan, damn.
3775 euro aan winkelverkoop. Holy mama pizzeria. Maar dat heeft ook weer te maken dat we daar een campagne hadden lopen. Oh ja, we zitten alweer bijna aan de 4000. Dus dan kan ik zo mooi gaan beginnen. 4000? 2600. Je moet op mijn telletje moet je rekenen. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Vooral met zo'n netwerksynchronisatie. Ja, dat is jouw probleem. Maar we hebben weer meer dan 3000, dus... Zal ik maar een beginnetje maken, denk je? Als je heel veel wacht. Eén keer opnieuw campagnes inkopen voor 2 weken. Dan we natuurlijk meer toekomst hebben. Why? More money. Ik kan ook even 10 weken inkopen. Ik weet meteen hoeveel geld we overhouden. Nou, dan gaan we even wat doekoes. Maar ik kom wel weer dubbel in de was terug. Even zien. Zeepkisten, 3 september. Zeepkisten? Ja. Is het niet heel wat anders, een zeepkist? Dat is voor mij geen attractie. I don't know. Oké. Okay. Dit ziet er wel heel raar uit. Als ik die achtbaan omhoog wil doen met shift. Het ziet er heel vaag uit. Oh, dat is ook nog niet zo'n raster kijk eromheen. Ja, precies. Zeg maar wanneer ik kan beginnen. Nog heel eventjes wachten. Maar wat is heel eventjes voor je? Nou, dat weet ik niet. Ik ga aan een game. Het staat 1 week resterend. Maar het is ook echt abnormaal druk in het park. Ja, daarom wil ik ook een beetje meer attracties een beetje naar het achterste gedeelte van het park hebben. Want er lopen allemaal paden, maar die zijn allemaal afgesloten en daar kunnen ze gewoon niet heen. Maar dat komt omdat ze anders weer verdwaald raken. En terecht. Het is net zo'n soort IKEA. Nou, ik zit aan de 5000. Ja, maar ik nog niet. Hoeveel zit jij dan? Ik ga even wat inkopen eerst. Jemig, ik kan zo helemaal niet beginnen. Nu mag je. Oké. Okay. Nee, ik doe het hier. Boop. Daar. Ja. Oké, okay, vrij unieke keus, maar ga je gaan. Ik wil echt 1 groot mierennet en ook dat doolhof voor mij. Zo simpel. Ja. Wat? Stapelen Chase? What the fuck is dat dan alweer? Ja, ik moet ook aan het kijken. Ik ga het ook staan. Volgens mij zijn de mensen van Rollercoaster een beetje dronken of zo. Weet ik veel. What did they smoke? En zo'n Discord op Twitter zetten. Iets van iemand met Happy 2039 of zo. En de eerste beste reactie van de klas. Met de vraag van. Wat deden ze wat hebben ze geroken? What did they smoke? So... En hij reactie eronder. That's even a good question. We also don't know. Zo stond het er. Maar die reactie is ondertussen verwijderd, dus. Okay. Jammer. Zien. Oh, dat ben je ook zo'n compact dingetje aan bouwen weer? Ja, zoiets. Dus altijd plus 1. Scheelt ruimte. Zegt dit genoeg? Ja. Oh, nee, dat kan niet. Shit. Scheiße. In de ledenhozen? Ik heb de hik. Gezellig.
Oh, dan moet ik hier weer met die houten afval een beetje. Maar alles zit ook in de weg. Ik kan gewoon niet zien waar ik bouw. Nou ja. Ik doe met Andy is je camera roteren. Ja, dat probeer ik ook, maar dat helpt niet echt. Anders moet je Rollercoaster Tycoon World gaan spelen. Dat is pas een geniaal spel. Dan doe ik het maar zo. Zit er ook loopings in? Nee. Maar wel, nee. Actievolte gedeelte. Flits, 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 flits. Maar gewoon letterlijk de sprites beginnen wel een beetje te colliden van met laden. Ja. Ik zit als eerste games al bij wat zachter, want... Opties. Audio, hoofdvolume naar beneden. Beter. Ik begon al steeds harder te schreeuwen. Ah, mijn oren. Is het echt wel al klaar? Bijna. Kan ik hem testen? Nee. Is hij al klaar? Nee. Kan ik hem testen? Jij een fietsje. Wat wou je zeggen? Niks. Nou moet je het ook zeggen, hè? Want je begon met je zin. Want achter iedere zin hoort een punt. En mag niet, met een open, mag niet als open zin eindigen. Wat gaan we dat doen? Baan deel bij, weg. Baan deel bij, weg. Bouwt 5 keer hetzelfde, maar... Ik vraag me af of ze dit gaan halen. Nou ja, de hoogste punt is 18 meter, dus op zich. Als je een stukje ketting bij doet. Nee, dat past niet. Kut. Kan wel een stuk van het perron weghalen. Dat kan. Enterprise 1 is kapot gegaan. Oké, dat is voor mij net iets te zoele stem ervoor. Zo, dat kan ook. En dan zet ik hier nog even een blokrem neer. What the fuck? Nou, nu maar eens even testen of dat ding het doet. Volgens mij gaat het echt nooit niet halen. Ja, daar komen we vanzelf wel achter. Oh, het zijn wel lange karretjes, dus op zich... Maar, er mogen er wel 2 van worden. Wacht even. Wacht eventjes, Mark. Ik wil even niks doen. Eerst even kijken of ik het überhaupt kan halen. Oh, gemakkelijk. Oké, dat is lekker compact. Twist 1 is kapot. Nou, jammer voor die twist. Over 9,080. Oké, hier stopt hij dan. Maar verbind hem maar met de andere pad van de achtbaan. Verbind hem maar helemaal langs de parkrand op. Ja, dat wil ik ook doen. Gewoon lekker langs het parkrandje heen. Ach, de kant al veel makkelijker, kom. Oh, oeps. Wat nou kan makkelijker? Park met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Nice. Kijk, daar gaan we dus voor. Oh. Nog geen testresultaten. Zet je dat even schoonmaken op? Is goed.
Draaiende wilde muis. Oeh, dat is nog wel een goed idee voor de volgende aflevering, denk ik. Who knows? Zullen we hem losgooien, de achtbaan? Europa. Behalve in de tussentijd ga ik nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik u volgende keer weer. Later.